Ik ben Abby Hoes. Ik ben Bente. Ik ben Linde. Ik ben Julian en wij zijn de kast van het Gouden Hotel. En vandaag gaat Tina ons een paar vragen stellen voor de allereerste keer. Ik stond eerst voor de camera toen ik 10 jaar was in de film Benny Stout. En dat vond ik super leuk, omdat dat was een Sinterklaasfilm, dus dan draaide ik dat met super veel kinderen. En dat was super gezellig en toen wou ik eigenlijk meer doen. En ja, daar ben ik nu een beetje mee bezig. Hotel is mijn eerste film en dat vond ik super cool. De allereerste keer dat ik voor de camera stond was voor een reclame van Roos Vizé. En ik moest een stokje nemen. En dan moest ik zeggen, lekker zeg, en dan een knipoog geven. En ik weet nog dat ik toen make-up op kreeg, de lamp ging aan, de camera ging aan. En ik dacht, dit wil ik voor de rest van mijn leven doen. Ik stond voor het eerst voor de camera in 2012 of zo. Voor Lunet het Gek, dat ik een heel klein rolletje had. Dat was echt superleuk. De allereerste die ik vertelde dat ik deze rol had, is denk ik mijn mama. Want die ben ik meestal als eerste als ik de rol heb. Ik vertelde het als eerst aan mijn broertje, want die kende het boek en die is er helemaal fan van. Dus, en die vond dat ook super goed. Dat is mijn papa. Het eerste beroep dat ik vroeger wilde worden was piloot. Want dat leek me super cool om overal over de wereld te vliegen. En ja, om heel veel op reis te gaan. Misschien actrice en misschien gewoon werken. Eigenlijk zangeres. En dat deed ik ook het meest. En door het zingen ben ik eigenlijk ook actrice geworden. Maar eerst zingen. Archeoloog of modefotograaf? Een van de twee. Ik weet niet welke als eerste kwam. De allereerste knuffel, dat was een wit hondje. En die heet ook hondje. En ja, dat was een beetje best wel een klein hondje. Maar daar heb ik echt gewoon lang mee geslapen. Dat is een beer. Lichte beer met een schortje erom met beerpootstof. Hij heet Coco. Hij ligt nu nog steeds in mijn bed. Dat is Doekie. En dat is eigenlijk een soort babyluierdoek. Maar die vond ik zo zacht toen ik een babytje was. Dus ik ging er altijd mee knuffelen. En dan zat ik met mijn duim in mijn mond. En die is nu helemaal aan flarden gescheurd, maar nog steeds heel zacht. Dat was beer. Oh nee, troetel. Dat is gewoon een lapje, maar die is helemaal lelijk. Het eerste wat ik doe als ik thuis kom, is proberen mijn katten niet door de deur te laten. En dan doe ik mijn jas uit en dan ga ik even knuffelen met mijn katjes. Als eerst ga ik met mijn zusje spelen. Gewoon boekje lezen of tv kijken, gamen, zoiets. Altijd als ik thuis kom, dan wil ik echt even lekker op mijn bed liggen en even relaxen. En daarna kan ik weer gaan leren of iets anders doen. Meestal ga ik met mijn kat knuffelen en dan even mijn vader van dan zeggen, ik pak wat eten. Vond je dit een leuk filmpje? Doe dan een duimpje omhoog en tot snel. Ja.